Rock Your Baby. Het was een wereldhit. Ook al is het een nummer uit de jaren 70 en dus 40 jaar oud. Je hoort het nog regelmatig. Ook voor die enkeling die zegt, ken ik niet, nooit van gehoord, is het verhaal rond dit nummer en de zanger zo onwaarschijnlijk. Want deze George McRae ging van de hoogste toppen naar de diepste dalen. In zijn hoogtijdagen trad hij op samen met Michael Jackson en andere absolute grootheden. Maar van wereldster werd McRae glazenwasser en visverkoper omdat hij op een bepaald moment totaal aan de grond zat. Een onwaarschijnlijk verhaal, maar met een happy end. En een leven dat werkelijk van toevalligheden aan elkaar hangt. Alleen al zoals hij zijn Nederlandse vrouw ontmoette is een roman op zich. Maar het begint al hoe hij aan dat nummer kwam. Ook dat is puur toeval. Twee leden van de later wereldberoemde band KC and the Sunshine Band hadden voor zichzelf een nummer geschreven. Maar wat bleek in de studio, ze haalden de hoge tonen niet. Toeval of niet, die McRae was in hetzelfde complex elders aan het werk. En ze vroegen hem, wil jij het niet eens proberen? Voor ze het goed en wel besefte, had George McRae een wereldhit op zijn naam. Uitsluitend en alleen dankzij die paar hoge tonen. It was too hard for KC to sing it. So that's the truth, because you read it everywhere, but it's the truth. Yes, it's it the truth. It was simply too high for him. Too high to sing it. Yeah, so they asked you to do it. Yeah, so they asked me to do it. Woman, take me in your arms and rock your baby. I've heard it 1,000 times. Ja, George McRae, hij wil graag bewijzen dat hij tot op de dag van vandaag nog steeds geen moeite heeft met die hoge noten. Ah, woehoe. You still can do it. Oh, that's George McRae, yeah. Aanvankelijk had niemand in de gaten dat dit nummer uiteindelijk in een miljoenenoplage de wereld over zou gaan. Het werd een nummer 1 hit in meer dan 40 landen. In totaal, met ook zijn latere nummers, staat de teller voor McRae op zo'n 50 miljoen platen. Steenrijk had hij moeten zijn. Nou, mooi niet. Op het dieptepunt van zijn carrière was hij niet alleen alles kwijt, had hij ook nog een schuld opgebouwd van zo'n 1,5 miljoen gulden. Over toeval gesproken, bij een optreden in Nederland ontmoet hij deze Yvonne Bergsma. Ze was een van de eerste Nederlandse vrouwelijke croupiers. En als fotomodel was ze meer dan eens zo te bewonderen. En in die tijd veel besproken, omdat ze de eerste blote verschijning was in een televisiecommercial voor het merk Fa. McRae kende die reclamespot, sterker nog, hij had ooit in Duitsland een foto gemaakt van het tv-scherm. Zo prachtig vond hij haar. Voor een ontmoeting met George en Yvonne nemen we u mee naar twee plekken. Zo zijn we straks op Aruba, want hier bivakkeert hij een aantal maanden per jaar. Maar we gaan ook naar dit dorp in het Limburgse land, waar hij het merendeel van de tijd te vinden is. Dat zijn leven zich afspeelt op die twee zo totaal verschillende locaties, heeft alles te maken met het feit dat de grote George McRae, die in zijn hoogtijdagen behalve dus met Michael Jackson ook samenwerkte met bijvoorbeeld Bill Wyman van de Rolling Stones, dat die McRae op een bepaald moment ook weer alles, maar dan ook alles kwijt was. If we talk about coincidence, like we said at the beginning, it's a pure coincidence how you met your wife. Yes, believe it or not, she booked me in a casino while performing in Landgraaf. And she told me about her modeling career, you know, and I said, oh. And then she told me about Far commercial, you know. I said, wait a minute. So my briefcase, so I took it out, opened it up, and I looked at it, said, it's a photo right here. This is you. You had that photograph with you? I had it. Yeah, I had it. I saw it, it was in Germany. Oh, I walked into the hotel, I had cut my TV on, and first thing I saw on the television was this commercial. And I tell her, Jesus. Fantastic. Caught some, and then that's when I... And you had it with you all these years? Yeah, I showed it to her, I said, I cannot believe it. So it was your destination to meet with her? Yeah, I guess absolutely. So. Absolutely. We met, yes. Yeah. En dan dat fotootje van die VA-reclame. Ja. Dat, dit moest dus zo zijn, jullie moesten ooit elkaar tegenkomen. Hij zei in het casino, I have the idea, I know you. Ik zei, oh, dat kan. Maar ik had niks verteld over die VA, helemaal niets. En toen kwam hij voor de eerste keer hier in mijn huis. En ja, toen had ik daar beneden een wall of fame. En toen keek ze, zei hij, don't tell me that's you. Hij zei, look in my briefcase. I have your picture already for so many years with me. Ja, kijk, dat was natuurlijk fantastisch. Dat was echt ongelooflijk. Tegenwoordig woont McRae samen met Yvonne dus op twee plekken. Want het is bijna poëzie. Voor Yvonne en George is dit home. Het rustieke Limburgse Münstergeleen. Hier wonen ze, in een dorp met 5000 inwoners. Zij het ex-model, boekingagent voor artiesten. Een van de eerste vrouwelijke croupiers van Nederland. En hij, de voormalige wereldster, die nu op zijn 71ste aan de vooravond staat van een grootse comeback. When I first come here, I think I was the only first black guy in the village here. Het contrast kan nauwelijks groter zijn. In het begin keken de Münstergeleners inderdaad wel vreemd op. De grote George McRae bij de lokale scharrelslagerij zijn twee steaks kwam halen.
maar toch. Het is zo heerlijk voor hem om in een keuteldorp als mensengeleend te zijn. Ja. Het is wel een keuteldorp. Ja, dat is het wel. Ja, ja. Hele lieve mensen. Binnen overal foto's van het duo dat door het lot met elkaar verbonden is. En een aantal opmerkelijke beelden. Hebt geen zorgen, meneer Pastoor en zijn hond waken over u. En verder ook als bewijs van het feit dat McRae weer regelmatig de wereld overgaat, de bekende KLM-huisjes. En natuurlijk herinneringen aan de gouden tijden. De Amerikaanse hitzanger en de Nederlandse zijn nu 27 jaar later nog steeds bij elkaar. Getrouwd en wel. En zij ontpopte zich wat je noemt als zijn beschermengel. Nam het op zich om orde te scheppen in de chaos van McRae's leven. En dat was nodig ook. Oorzaak: onbetrouwbare managers die hem geen cent uitbetaalden. En toen kwam ook nog eens het gerucht in de wereld dat hij was overleden. Maar het bleek te gaan om de acteur Gordon McRae. Je begrijpt het misverstand als je deze foto ziet, want ze lijken op elkaar als twee druppels water. Gevolg was wel dat het aantal boekingen voor optreden dramatisch afnam, want menigeen had de rectificatie gemist. En je boekt nu eenmaal niet een net overleden zanger voor je feestje of clubavond. Maar er was nog een andere oorzaak. George McRae's iets te enthousiaste liefdesleven. Mostly was actually wives. Yeah. Wives. They cost you a lot of money. Yeah, of course. Yeah. You have a preference for gold diggers, I read. Well, I'm looking now with the wife now that I have. Op het moment dat hij Yvonne ontmoet, heeft hij vanwege alle problemen zijn heil al gezocht in het Canadese Winnipeg. Hij heeft dan al twee huwelijken achter de rug met vrouwen die hem totaal hebben uitgekleed. En er is ook nog een Duitse vriendin, een Rosanna, die intussen al lang een ander had, maar die wel 6 maanden zwanger bleek te zijn van George. You were not the only love of her life. There was someone else, yeah, despite the fact that she was 6 months pregnant. Yeah. And carrying your baby. Yeah, when she told me, yeah. How painful was that? Well, it's disappointing. It wasn't painful. You can be honest about it. Yeah, it was disappointing. It was more than disappointing, of course. Oh yeah, it was heartbreaking. Yeah. En toen kwam er nog eens bij dat hij ook nog officieel getrouwd was in Canada. Die vrouw heeft de scheiding 5 jaar lang tegengehouden. Dus ja, ik dacht, begin ik ermee? Of... Want je vond het wel meteen leuk al? Ik vond het wel heel leuk. Kijk, we hadden beide de helft van de wereld gezien. Dat scheelt natuurlijk. Je hoeft elkaar geen indianenverhalen te vertellen. Je kunt gewoon zeggen wie je bent, wat je doet, wat je gedaan hebt. Hij was en getrouwd en er was een Duitse vriendin die zwanger van hem was. Want het bleek uiteindelijk zijn kind te zijn. Ja. De scheiding van zijn eerste vrouw Gwen viel hem zwaar. Ze waren een duo. Zij werd een succesvol solozangeres en hij werd haar manager. Echtgenote 2 bracht hem pas echt aan de rand van de financiële afgrond. Uiteindelijk moet hij werkelijk alles aanpakken om te overleven. En het mooie is, dat deed hij zonder iets van zijn zin in het leven te verliezen. I'll be back to zero. Because you worked in a hotel, you worked in a supermarket, if I'm well informed. You even sold fish. Yes, I did. In Winnipeg, didn't you? Yeah, I had the back of a regroup. Yeah. And how did you feel at the time? I felt great. Yeah. Because I never mind working. If I could have a job work, I'd be the best at it. I don't care what it is. Yeah. And I was good at it. I was a window washer. I used to wash windows. People know a lot about me, things that I did. Yeah. And I was good at it. And you wanted to be the best at that also? Best at it, yes. Yeah. And I was. Yeah. I washed windows so good, I even walked through one. If it's so clean, I thought the door was open, I was turning away, bam. But you did that with the same optimism and the same enthusiasm as singing, but you preferred to be a singer or not? No, I was singing. I was born to sing. I was singing in church. I started singing when I was like 6 years old, you know, and my first song, our song and got a standing ovation was Silent Night and the Christmas pageant in my grandmother's church. And she forced me to get up and sing the song. I said, no, Mama, sing the song. No, I don't. Go sing the song, you know. And she gave me that look. And so Grandma gave a certain look. You don't want to get angry. So I said, okay, I got it. And I started singing the song. And when I finished, people stood up, gave me a standing ovation. So I ran back to my grandma and jumped into the lap and said, what's going on, Mom? What's happening here? You know, like, they love you. They love you. They love you. Dat hij zijn leven weer op de rails kreeg, dat hij zoals onlangs bijvoorbeeld weer te zien was in Paradiso, is ook mede te danken aan producer en componist Roger Heister. Die zag het grote talent van McRae en samen maakten ze een spiksplinternieuw album met de titel Love.
Hester en Yvonne hebben McRae weer op het juiste spoor gezet. Daardoor kunnen Yvonne en George ook weer naar Aruba. Ook hier wil de 71-jarige nog graag bewijzen dat het wel goed zit met zijn hoge noten. Woman, take me in your arms, rock your baby. It was an overnight success for this second child in a family of nine. Poor childhood. I read that at Christmas sometimes you had to make your own toys. Oh yeah. But could you cope with that success coming from that background? Because you met famous people, performed even before Gorbachev and Bush, for example. Yes. I had one side the KGB, the other side with the CIA and the Secret Service, you know. Yes, and also had the press from both countries there. And I had them all dancing. Dit is het door McRae eigenhandig gebouwde huis op Aruba. Hier heeft hij ook een geluidsstudio. Als geen ander beseft hij hoeveel orde zijn vrouw heeft weten te scheppen in zijn zeg maar niet bestaande boekhouding. Ze heeft zijn hele leven zo ongeveer opnieuw georganiseerd. Yvonne. Het was één grote catastrofe. Nou, toen heb ik gezegd, breng je papieren maar. Ik ga je papieren beginnen. Je hebt alles geregeld voor me. Ongelooflijk. Ik heb hier echt 3 maanden lang, geloof het of niet, met stenen op hele files gezeten. Ik dacht, dit hoort bij dit, dit hoort bij dit. Ik zeg, krijg je überhaupt royalties? Want toen was platinum, even kijken, Dance Classic Gold was uit. Dance Classic Platinum, al die platen waren uit. Ik kreeg helemaal niks. En dan krijg je gewoon helemaal geen piek. Ik zeg, hoe verdien je dan de kost? Ja, mijn optredens, ja, daar ging de helft meteen van naar die tweede vrouw. Toen heb ik gezegd, stop, ho. We gaan eens even alles op een lijstje zetten waar ik van denk dat jij het nog te goed hebt. Hij zei, she saved my life, maar dat is dus ook zo. Ja, ja, ja. We hebben ook alle vrouwen hier gehad, alle kinderen hier gehad. Iedereen is hier 6 weken lang op vakantie geweest. Ik heb ze hierboven helemaal alleen gelaten. Ik zeg, die kinderen moeten het verhaal van beide zijden kunnen horen. En zo heb je alles opgelost daarna. Juist. Toen ben ik met hem meegegaan op tour. En toen zag ik hoe belangrijk het was dat een vrouw met een ster meegaat op tour. De eerste beste gig you did in England, in Manchester. We kwamen in het hotel en de bel ging van de kamer. Ik dacht, nou, roomservice, misschien heeft hij wat besteld. Nee hoor, 2 van die prachtige meiden. 18 jaar, alles op de goede plekken. Is Mr. McRae hier? Ik zeg, nou, misschien kun je wel wat aantrekken. Ik bedoel, dit soort taferelen. En dan zingt hij op zijn nieuwe album ook nog even over die Roseanne. Maar dat is allemaal prima nu inmiddels. Oh ja, nee, prima. Ik vind het helemaal goed. Net zo, ik ga met al zijn vrouwen, met al zijn kinderen, gaan we heel goed om. De kinderen krijgen 1 keer per jaar allemaal een ticket. En dan mogen ze of naar Nederland, of ze mogen naar Aruba komen. En met de exen praat ik regelmatig. Maar om te zeggen dat het voor die tijd een chaos was in zijn leven, is een understatement. En daar heeft nummer 2 aan keihard aan meegeholpen. Want hij zei laatst van, of je zei straks, je moet wel stinkend rijk zijn. Dat is hij natuurlijk ook geweest. Maar hij zei altijd, bij een scheiding krijg je een binnen- of een buitenkant. Nou, hij heeft 2 keer de buitenkant gekregen. Op Aruba wordt ons in elk geval 1 ding duidelijk. Hier hebben de waakhond en de poes des huizes, zo te zien, een luizenleventje. Maar het werk gaat door. Yvonne in actie als tourmanager. Oh, darling, you have just a list on SD. Oh, okay, dan. Do me a favor, because I just have a request for the TV in Italy. Yeah. And they would like to know if that is possible. But can I see when you are already in Italy? Because I know you have a 5-day show. Yeah, I see it already. Hier zien we Yvonne en George met het enige kind dat ze samen hebben. Hun eigen zoon, Chaka. 1 blik in de ronde. En je ziet hoe de McRae family door de jaren heen al maar groter werd. Want Big George is 6 keer vader, 5 keer opa. Hij weet waarachtig wel wat hij allemaal aan Yvonne te danken heeft. I have experience with her and living together, you know, for 17 years. You know, she get a lot of 27. I mean, from 17. 27 years. Hey. 27, that's okay, 17. Well, I took 10 years off of it. Whoa, you should be happy for that. Fresh to you? Yeah, that's fresh. Wow, hey, yeah. Great. Still young. Yvonne dook destijds in de paparazzen. Ging achter iedereen aan die hem nog geld verschuldigd was voor de verkoop van zijn platen. Benaderde al zijn vrouwen om de zaakjes te regelen. Ze zorgde er zelfs voor dat ook het probleem van de zwangere Rosanna werd opgelost. Zozeer zelfs dat hij op zijn nieuwe album een nummer heeft opgenomen over die affaire met de Duitse Rosanna. Rosanna, you used to be my girl. In dat nummer komt de hele geschiedenis nog een keer voorbij. Dat Rosanna een van zijn grote liefdes was. Dat ze hem bedroog.
dat na een half jaar bleek dat er een kleine McRae in haar buik zat. Yvonne accepteerde het allemaal. Sterker nog, zorgde dat ze samen met hem met een schone lei kon beginnen. Het mooie is dat Sophia en Lia, de twee dochters uit zijn eerste huwelijk, de backing vocals voor hun rekening namen. Het leven hier is voor hem een stuk comfortabeler dan in zijn jonge jaren. Want George komt uit een gezin met 9 kinderen. En de McRae's hadden het, wat je noemt, niet breed. How was family life at that time? We had a full stomach, you know. We had clothes on our back and we was always happy. We always sang and my father also was a policeman, you know. He was a police. He was the first black policeman. Yeah. In West Palm Beach. Was there a lot of discrimination in your youth? Oh, yeah, of course. How was it for you at that period of time? When Jim Crow law was there, you know, back of the bus and, you know, and that's where I was. You grew up in a situation that you know that's what it is. The law was a law like apartheid in South Africa. Did the same thing. Yeah. But you could cope with it. You accepted it or not? Or did you fight against it? Well, you had to accept it. You fought against it. Of course, it changed by fighting against it. But we've been fighting against it ever since slavery time. You know, it's still going on in a different kind of format. Jim Crow, black of the bus, a black water fountain, a white water fountain. You know, a black bathroom and a white bathroom. You know, if you got a black man or a black woman going to a white bathroom, you get arrested. And get beat or whatever. There's a town, you know, and you had to be out of a certain town if you worked there by 6:00 p.m. Or you get arrested, get harassed. You know, I remember my grandpa, he's driving a car, you know, to harass us all the time and police stop us, you know. Just stop what's going on. Open your trunk, what you got in there, just for harassment. But you're still emotional about it. Yeah, they still do it now. They still do it now in the States now. A different kind of game, but the same old game, but different tactic. Is that still an influence in your life? Yes, it is. It will always be. You grow up with that, you know. You can't erase it. It's there. And this is the family, isn't it? That's the family, yes. Yeah. I only see 8 people. Unfortunately, my older sister, she passed away when this photo was taken. And then we see, of course, Yvonne more or less everywhere. What does she represent in your life? Oh, she's my first, my last, my everything. But also your last, probably, or not? Yes. If I say first and last and everything. George, een van zijn 5 kleinkinderen, werkt duidelijk al aan de opvolging. Hij heeft toch opvallend mooie kinderen. Vrij naar een gevleugelde uitspraak van Yvonne. Hij kan mooi zingen, maar hij is minstens even goed in mooie kinderen maken. George McRae, glazenwasser, visverkoper, portier, maar vooral zanger. Maar wat er ook op zijn pad kwam, alles deed hij met die voor hem zo karakteristieke, niet kapot te krijgen, positieve instelling. Always trying to be the best. Always trying to be the best. Even trying to be the best husband for Yvonne. Yeah, I make mistakes, you know, but life is full of mistakes. We all make mistakes, you know, so. And you find forgiveness and you move on. And you're still moving on. Yep. Thanks very much. Thank you. Zo begint McRae, mede dankzij die Roger Heister, op zijn 71ste aan een nieuw muzikaal leven.